Zou hier iemand zich voor hebben gedaan als agent en deze persoon overvallen hebben of iets? We gaan even aanhouden. What the fuck? Wat gebeurt hier? Die steelt hier gewoon een auto. Uitstappen. Stoppen. Hier komen. Ben aangehouden. Goed. Stoppen. Ben aangehouden. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Duval en more. En vandaag ga ik op pad met Wim en met de Touran 2016 gemaakt door Team Alpha Teambox. Door een ministerie van mods, maar dat wisten de meesten denk ik wel. Geen bijzonderheden verder aan de voertuig, dus ik hoef hem niet helemaal te showen. We doen wel even voertuigcontrole zoals altijd. Nou, deze gaan allemaal tegelijk aan. Die kan uit, die kan uit. Die kan aan. Zo. En alles doet het ook. En alles gaat een beetje verkeerd. Zo, nu is er alles uit. Ingemeld voor de C, koplampen aan. In zijn drive zetten en gaan. Ik hoop dat het goed gaat, want mijn controller die heeft er niet echt zin in. En daarmee bedoel ik dat hij nog wel eens opeens allemaal random knopjes wilt indrukken als ik bijvoorbeeld gas geef. Met het gevaar dat ik eventueel per ongeluk eruit kan springen. Maar daar gaan we niet van uit. En ik merk meestal wel als dat gaat gebeuren, dan opeens gaat het groen aan en dat soort dingen. Dus, maar dat is nu nog niet het geval. Ligt ook een beetje hoe de kabel hangt. Als de kabel heel mooi recht achter de controller aanhangt, ja, een beetje raar uit te leggen, dan gaat het goed. Maar als hij echt helemaal gekronkeld zit, ja, dan gaat het ook iets missen. Is ook een oude controller, PlayStation 3 controller is het, die ik samen met mijn PlayStation 3 heb gekregen. En dat was 2011 of zo, dus dat is al lang geleden. Zo, de eerste melding voor ons. Lincoln 18. Geet u alsjeblieft prio 2. Goed, we gaan even naar een prioriteit 2. Zou zijn gebeld, zou iets zijn met de buurman. De melder geeft aan dat hij zich zorgen maakt om zijn buurman of vrouw, ik geloof man. We gaan ze kijken nemen. Prioriteit 2, dus het wordt door het OC niet ingeschat als een hoe urgente melding. Dat is maar goed ook. En voor mij is het geen melding om door rood te rijden of vrijstelling te gebruiken. Ja, hier kunnen we wel niet tegen, hè? Die wilt linksaf. Dan gaan we eens kijken of we iemand aantreffen. En zo, ja, wat daar aan de hand is. Maar als we die gewoon in goede toestand aantreffen, dan hoef ik daar verder ook geen vragen bij te stellen. Dan is het gewoon klaar. Is dat de buur al? De buurman denk ik hoor. Ja meneer. Uw buren vroegen of we even u konden kijken of alles goed was. Oh, kut, wat zei hij? Hij zei iets, whatever. Hij is daar niet echt blij mee, geloof ik. Whatever it is, I swear I didn't do it. Oh, oké. Okay. Goed. Mag ik even een ID van u zien? Gewoon, hij doet een beetje apart. Nou, verder niks aan de hand. Op basis van het antwoord wat hij mij geeft, en ik weet niet of het mag, ga ik u even fouilleren. Ik weet niet of dat een legit reden is om iemand te fouilleren. Heeft u voorwerpen bij nu bij mag hebben? Nou, goed. Oké, nou, ik weet niet waarom u zo reageerde. Er is niks aan de hand verder. Ze maakte zich gewoon ongerust. Misschien als u al een paar dagen niet meer gezien. Ik zou zeggen, fijne dag verder. Maar ik ga het hierbij laten. Please make contact with the neighbors. En let them know everything is okay. Maar waar is de neighbor? Fucking idiot. Ah, dat zal hij wel zijn die daar zo stil staat. Hallo. Nee, oké. Wie is dan de neighbor? Staat hier iemand? Nee. Staat hier iemand? Nou,
Oh, is zeker. Dan mogen we de melder terugbellen dat alles goed is als ze het willen weten, als jullie dat willen doen. En dan gaan wij door. Naar okay. Eerste prio 1 melding voor vandaag. Oké, okay, daar gaat het dus. Dat voor mijn controle niet zo leuk dat ik... Hoi, vertel. Oké, okay, kom maar even naast je staan. Zou hier iemand zich voor hebben gedaan als agent en deze persoon overvallen hebben of iets? We gaan het even aanhouden. Oh jeetje, agent, ik ben zo blij dat u er bent. De auto reed achter me, denk ik, een paar minuten geleden. Hij deed een badge, een politie badge laten zien. Het was een gewone auto, geen zwaailicht of iets. Ik was niet aan het, ik reed niet te hard of iets en het klopte gewoon allemaal niet. Zou een politieagent buiten dienst ook iemand laten stoppen, denk je? Het was echt raar. Toen ik niet naar hem luisterde, reed hij weg. Maar ja, ja, over zijn auto, het was zeker geen politieauto. Maar ik weet zeker dat hij er wel zo was gekleed dat hij eruit zag als een politieagent. Het was wel een model wat jullie reden, wat jullie gebruiken, een Buffalo, ja, die kennen we inmiddels. En 119 was het laatste op de kenteken. De laatste drie cijfers. Nou, hij rijdt op het strand. Bedankt, hier kan ik niet omlaag, hier ook niet. Dan gaan we even hier. Nou goed, we gaan eens kijken. Buffalo is zo'n FBI auto, of eigenlijk... moet het zo'n Dodge Charger voorstellen die ze in Amerika wel echt gebruiken als politieauto. En ja, kent hem wel als je hem ziet rijden. Hij rijdt over het strand. En mijn auto, de Touran, is niet echt gemaakt om volledig over het strand te rijden. En even kijken of we een andere plek tegen kunnen komen. Ja, lekker jong. Oh god. Nou, fixen we zo meteen wel. Oh, daar rijdt een auto. Ga maar even het strand op. Ik weet niet of die 2010, we hebben zicht op de verdachte. Vuurwapen gevaarlijk is. Dat is verhoord. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 8, 7, X-ray, Sierra, India. Een auto is niet verzekerd. A traffic violation. Proceed with caution. Ah, is geen agent. Hallo meneer. Even kijken. We rijden een ID zien. En ik wil die handen op het stuur laten. Dus laat ze daar maar gewoon. Mag even van mij uitstappen. Goed, vuurwapen. Gaat geen rare dingen doen, want dan zal er geschoten worden. Je hebt het vuurwapen bij, ik weet niet of het mag. Zo te zien heb je daar niks voor bij. You find and removed a pistol. Oké, okay, mooi. Ja goed, ik ga naar het bureau, ik ben aangehouden voor imiteren van een agent en dat mag niet. En ja, dan gaan we verder even uitzoeken en voor verboden wapenbezit, want in Nederland is het niet zomaar toegestaan om een vuurwapen te dragen. Die voertuig is ook niet verzekerd, komt er ook nog bij en die laten we afslepen, is dat gebruikelijk bij, ik wou hem anders hier even snel op de parkeerplaats zetten, maar goed. Lock.
Is er nou één? Is er nu eens wat daar? Even de achterin houden. Zo. Ik ga hem naar mijn collega mee. Oh god, waar ben ik? Ik lig onder daar. Au. Ja, hij spande hier en hij deed zeg maar. Oh, heb ik nu opeens. Hoe kom ik daar nou aan? Had hij dat bij zich of zo? Hey, bedankt hè. Nou goed, die toran die is afgeschreven, die gaan we niet meer kunnen gebruiken. Maar kijk eens wat we hebben. Zo. En door. De control I doen. Nou, dat was gewoon een krul. We gaan door. Er zijn geen eenheden meer nodig. Any unit in the Vespucci area. We have a high-ranking game member in transit on Del Perro Freeway. Moet iemand in de gaten houden. One, Lincoln, 18. Dan wel volgen. Alsjeblieft, prio 2. Ah, mijn motor rijdt hij. Zit te zien. Ja, hij rijdt iemand aan. Rechts over het strand gaat een fietser of een motorrijder. Zit in een fietser. Erg snel. Ja, fietser. Die moeten we even volgen. Dat zou een gevaarlijke verdachte zijn. Die mogelijk ons naar een plekje gaat leiden. Waar zijn gang zit. Of zijn criminele bende. Om het maar even wat meer Nederlands te maken. Hij in ieder geval snelheid er goed in zitten. Ik weet niet of ik eerst nog in de buurt moet komen om hem te volgen. Die rijdt echt hard joh. Oké, nu zijn we in de buurt. Zoals je rechtsonder ziet is het voor 1/4 ongeveer rood. Dat betekent dat we hem al voor 1/4 hebben laten bang maken. Een beetje tot we hebben laten merken tot hij ons tot wij hem volgen. Hij is in ieder geval wel echt snel hoor met die fiets. Vrij en rechts vrij. Weer hetzelfde verhaaltje als ik elke keer bij dit soort meldingen meld. Het valt heel erg op als ik gewoon achter hem sta en gewoon meerij. En het valt niet op als ik hier zo op een afstandje sta te wachten totdat hij verder fietst. Nee, dat valt niet op joh. Gelukkig heeft hij geen spiegels. Of normaal zit er geen spiegels op een fiets, kan wel. Dus het zou niet... Als hij niet achterom kijkt, zouden we niet kunnen weten tot we hem volgen. Want ik kijk niet heel vaak om op mijn fiets, tenzij ik wil oversteken of een bocht wil maken of... What the fuck? Wat gebeurt hier? Oké, okay, ik schiet grandioos mis. OC aan de kant. Hij heeft op iemand geschoten, maar zo te zien ligt er niemand. Stoppen! Handen laten zien of er wordt geschoten. Meewerken. Meewerken. Liggen. Liggen. LSPD, don't make me shoot you. Ik heb blijkbaar een zaklamp op mijn Walter. Pretty badass, maar een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We've got a person stealing a car in... Dat meen je niet. Je steelt hier gewoon een auto. Uitstappen. Handen laten zien. Goed zo.
dat kunnen we dus niet doen, hè. Ik moet jou even meenemen. Want als hij naast mij gaat staan, dan pak ik, en ik wil hem arresteren, dan maak ik zijn handboeien los. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Oké. OC, even een sit-trap, want u zult zich vast ongerust maken, of niet? 12. Ja, kijk eens aan, wat is uw status, C. Nee, dat ga ik u eens haar fijn vertellen. Oh, daar crasht hij. Nou, ik vertel het even, ondertussen starten we zo meteen het spel opnieuw op. Eén persoon aangehouden voor doodslag, verboden wapenbezit, negeren stopteken. Andere persoon stal een auto recht voor mijn neus, kwam ook nog om mij afrijden. Door middels BTGV-procedure die persoon kunnen aanhouden. Beide gaan naar het bureau en wij gaan even buiten dienst, want we hebben wat porto-problemen en dan komen wij weer terug. Ja, we moeten er iets van maken. Voertuigproblemen, porto-problemen, problemen, maakt niks uit. Ik zie jullie zo. En we zijn weer terug. Ik heb even mijn Touran laten afslepen op het moment dat je tot de game crasht en je zit niet in je voertuig. Dan is het opeens jouw politievoertuig niet meer en is hij afgesloten. Dus hij stond met sirenes aan. Staat hij daar nog? Kijk, die meldingen zijn wel leuk van de achtervolging die opeens random langs je komen. Maar het is niet leuk dat ze... dat ze dan meteen, als ze stilstaan, met z'n tweeën beginnen te schieten daarop, op die auto. Is het geloof ik? Telefoon, of die was iets aan het doen. Kenteken controle. Ik ga het volgende kenteken voor in aantrekken. 4, ah. 6, my Julian. 2, 2, 3. Niet slim als ik achter je sta om zoiets te doen, hè. Rij door dan. Hallo. Hi. Ga even een ID zien. Goed, dankjewel Frank. Eigenaar van het voertuig zie ik. Waarom die burn-out? Dat slaat ik een beetje drie keer nergens op, hè. Ik was gewoon mijn ik was gewoon mijn voertuig aan het testen, agent. Goed, daar ga je wel een bekeuring voor krijgen, want dat is gewoon een gevaarlijk rijgedrag, artikel 5. Is dat denk ik dangerous driving of careless driving, reckless driving, burn-out is misschien ook nog nee, je krijgt van mij een reckless driving. 650 euro, niet niks. En 3 punten op je rijbewijs, maar je bent zo te zien geen beginnend bestuurder meer. Dus dan is dat je geluk. Oh, daar gaat mijn controller vasthouden. Die glijdt altijd zo leuk van mijn been af. Die uitlaat daar hier aan de rechterkant, hoort dat? Ik heb dat nooit gezien, alleen bij bussen en vrachtwagens. We've got an officer in need of assistance in Pillbox Hill. Units respond code 2. In the Vespucci area, citizens report narcotics activity in Vespucci canals. Rechts af. Rechtdoor. Zou hier een drugslab zijn gesignaleerd? Een mogelijke metslab. Of in ieder geval een verdachte caravan camper, hoe heet dat ding? Dit is een camper. Oké, wat hebben we? Even kijken. Potverdomme. C, eenheidje erbij met spoed. Een collega vraagt om een assistentie. Stoppen, hier komen. Ben aangehouden. Stoppen. Stoppen.
Meewerken. LSPD, don't make me shoot ya. Niks raars met die hand doen, hè? Luisteren, ik weet niet wat je van plan bent. Nee, goed. Oké, transport hier aan met spoed. Een collega vraagt om een assistentie. Wat is aan de hand? We hebben twee verdachten nog aan het rennen. 12:05, ik ben onderweg. Rijden denk ik bijna, die rijden wel erg hard. Goed, daar is het transportje al. Neem me mee. Kunnen wij nog snel achter die andere... Ja, goed zo, dank je. Hoi. Er gaan er nog twee tussen de voet vandoor. Die zaten niet in het voertuig. En daar ben je bedoel ik in die camper, maar wel in een voertuig dat er duidelijk bij hoorde. Staan blijven. Keurig. Stoppen. Oké, die is dood. Die zat bekneld tussen mijn auto en de muur, per ongeluk. Ik vond het ook nog best mooi dat ik klem gezet. Goed. Stoppen. Ik ben aangehouden. Hier komen. Goed zo. Niet antwoorden verplicht. We gaan even uitzoeken hoe en wat. Wat er allemaal gebeurd is. En ja, naar bureau. Een collega vraagt om een assistentie. Nu het belangrijkste. We gaan die camper, of die caravan. Nee, camper. Camper, wat zeg ik nou steeds, caravan. We gaan die camper eens bekijken of daar ook daadwerkelijk iets opvallends in zit. Of dat er iets anders mee was, misschien gestolen, dat ze daar allemaal vandoor gingen. Kan ik hier afsnijden? Ik hoop het. Anders... Want hun kunnen nooit zo snel van daar naar hier zijn gerend. Gaan we het doen? Hoppa! Alle gordijntjes zijn wel keurig dicht en rookt een beetje. Dit voertuig was van hun, hè? Voertuig staat op de naam van... Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 2, 5, Juliet, Whiskey, Romeo, 3, ja, weet je, 2, ik, 9. Ik zag ze hier geloof ik... Nee, ik denk dat Sarah een van hun is die hier toevallig... Want ik zag hier iets gebeuren, hier viel iemand. En ik weet niet of ze eruit sprongen of dat ze hier gewoon... Of dat ze daar stonden en werden aangereden door die auto. Want die auto zou ik ook rollen. Dus ik neem deze in beslag. Die gaat door de recherche et cetera worden nagekeken. Van binnen zie ik niks opvallends. Kan ik daar iets mee? Zo, terug op het bureau. Samen met mijn collega's van de landelijke eenheid. Gaan die hem daar parkeren. Zal ik hem hier parkeren. Ik ga iedereen bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een hele leuke video vonden. En ik zie jullie graag bij de volgende over 2 dagen. Zoals altijd. Tot dan. Doei.